Goeiedag iedereen, vandaag zijn wij in Diksmuiden aan de IJzertoren. Een van de meest bijzondere vredesmonumenten van ons land, maar ook een van de meest controversiële. En vandaag gaan wij een verhaal vertellen over collaboratie, vrede en de Vlaamse frontbeweging. Ik zie jullie graag terug na de intro. En ons verhaal gaat terug naar de Eerste Wereldoorlog. En verschillende Vlaamse frontsoldaten hadden een ongenoegen met de gang van zaken. En in de jaren 20, jaren 30 ontstond dan eigenlijk die nood aan toch meer rechten voor de Vlaamse bevolking. En om dat kracht bij te zetten, besloten ze een vredesmonument op te richten, de IJzertoren. In 1930 was die af. En dat was een vredesmonument, AVV, VVK, alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Maar ook een beetje een nationalistisch monument om de Vlaamse onafhankelijkheid en de Vlaamse rechten meer in de verf te zetten. Dat was een heel controversieel monument, want in de Tweede Wereldoorlog waren er wel wat Vlaamse collaborateurs. En daarom werd in 1945 de toren een eerste keer beschadigd en in 1946 volledig gedynamiteerd. De daders zijn nooit echt gevonden en het is een heel rare politieke situatie. En ik ga daar ook niet te ver over uitweiden vandaag, want het ligt allemaal nog zeer gevoelig. Dat heb ik daarnet ook nog eens kunnen ondervinden. Het is hier niet zo gemakkelijk om ook te filmen en zo. Dus alleszins, de IJzertoren was dus gedynamiteerd en met het puin werd de Pakspoort gemaakt. En dat is die poort dus. En die eerste toren, de restanten daar nog van, kunnen we hier dus terugvinden. En daaronder is een crypte voor Vlaamse oudstrijders. Thank you.
En in de jaren 50-60 werd dan een tweede ijzertoren opgericht, 84 meter hoog, het hoogste vredesmonument van Europa. Nogmaals benadrukken we hier dus ook mee, nooit meer oorlog. In de eerste plaats zit een vredesmonument en die Vlaamse nationalistische kant hangt er ook wel wat aan. Maar het is ook ingericht als een oorlogsmuseum, dus laten we zeker dat vooral herdenken. En de boodschap van de toren niet laten misbruiken door politieke partijen. Van eender welke strekking. En hier zijn we dan bovenop de IJzertoren. Met een prachtig zicht over de voormalige frontlinie. Met de IJzer en stad Diksmuiden. Dat ik smaak is.